Ik heb wel de naweeën van de intergenerationele trauma, maar ik weet niet zozeer of ik last heb van een trauma. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Het is logisch dat trauma's van ouders effect hebben op hun nageslacht. Getraumatiseerde ouders kunnen vaak niet adequaat reageren op de behoeften van hun kinderen of ze schieten te snel in een stressmodus. En verwaarlozing of stress zorgt voor schade bij kinderen. Mijn vader was vaak emotioneel afwezig. Hij onderdrukte zijn gevoelens door te blowen of door zich achter een beeldscherm te verschuilen. Mijn moeder werd soms plotseling heel gestrest. Dan ging ze huilen en schreeuwen en werd het gezin meegetrokken in haar draaikolk van gevoelens. Ik heb een moeder die te veel emoties deelt en een vader die zijn emoties juist onderdrukt. Emotionele incontinentie versus emotionele gelatenheid. Wat wilde je uitzoeken? Ja, ik wilde uitzoeken enerzijds wat voor man was mijn grootvader. En ten tweede wilde ik uitzoeken wat die gebeurtenis in het verleden eigenlijk nog steeds voor invloed heeft. En daarom ook die ondertitel intergenerationele traumaoverdracht. Dus het idee van dat wat in het verleden is gebeurd, dat nog steeds naijlt in het heden. Mm-hmm. En dat is ook een nieuw onderzoeksgebied in de wetenschap, dat het bijvoorbeeld ook via de genen wordt overgedragen. En dus ik was benieuwd, nou ja, wat voor effect heeft dat op mijn vader gehad? Wat heeft het voor effect op mij gehad? Ja. Dus het is eigenlijk, ja, een onderzoek naar mijn grootvader. Daar begint het mee, maar het is breder. Ja. Heel kort samengevat, mijn vader is ontstaan uit een verkrachting in de oorlog. Mijn oma is verkracht door een Duitse burgemeester waar zij werkte als dienstmeid. En dit was altijd al een verhaal wat bekend was in de familie. Maar ja, we waren niet echt op onderzoek uitgegaan. Mijn vader was voor mij al een keertje wel naar zijn geboortestad geweest om meer uit te vinden over die man. En op een gegeven moment, zo'n 6 jaar geleden, werd mijn vader ziek. Hij, op een mysterieuze wijze, kreeg hij een dwarslesie. We weten eigenlijk nog steeds niet waarom. En toen kwam ik meer voor hem te zorgen. En hebben we samen bedacht van, is het niet interessant om uit te zoeken wie die man was? Mm-hmm. Want ja, wat ook zo is, bijvoorbeeld mijn broertjes en mijn zusje. We zijn met z'n vieren thuis. Of tenminste, mijn vader heeft 4 kinderen. We lijken allemaal heel erg op mijn vader. En mijn vader lijkt weer helemaal niet op zijn halfbroers en zussen. Dus ja, deze mysterieuze man heeft dan in ieder geval genetisch is bepalend geweest. Dus we hebben al wel een beetje een bollig hoofd, wipneus, krulletjes, kraalogen. Dachten jullie van, zullen we ook lijken op onze opa? Ja, komt dat daar vandaan? Want mijn vader lijkt in helemaal niets op zijn halfbroers en halfzussen. Want zijn moeder is nadat hij is geboren getrouwd en heeft nog 6 kinderen gekregen van een andere man. En ik denk over het algemeen dat we nog wel grote bewustzijn zouden kunnen hebben over de effecten van het heden op het verleden. Mm-hmm. In onderzoeksgebied zijn er bijvoorbeeld nu allerlei onderzoeken die aantonen dat, als je kijkt naar Afro-Amerikanen, dat die nu nog steeds de effecten ervaren van het slavernijverleden. Hetzelfde geldt voor Holocaust, overlevers en hun nazaten. Dus sowieso überhaupt, als je denkt bijvoorbeeld aan onze geschiedenis als vrouw, dat in 1992 was het nog niet strafbaar om verkracht te worden binnen het huwelijk. Dus als je kijkt naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, ook qua seksueel geweld, al die dingen die laten hun sporen na. Met een kleine disclaimer dat ik wel pas heel laat in mijn zoektocht eigenlijk erachter kwam dat er ook heel veel discussie over het woord trauma is. Ja, wat is de discussie daarover? Nou, sommige mensen zeggen iedereen is getraumatiseerd en alles wat je als kind meemaakt wat heftig is en wat je niet kan verwerken veroorzaakt een trauma. Maar op een gegeven moment sprak ik ook een soort van een GZ-psycholoog die dan werkt volgens de boeken zoals het hoort. En die zei ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking is getraumatiseerd, maar dat de term heel erg aan inflatie onderhevig is. Dus mensen zeggen ook wel eens dat het traumatiserend is om een vliegtuig te missen,
Of zeggen mensen dat? Nou ja, gewoon zeg maar in het spraakgebruik. In het dagelijks spraakgebruik. Maar over zeg maar klassiek gezien is de definitie van een trauma iets wat heel heftig is. Wat niet had moeten gebeuren. Mm-hmm. Dus het moment zelf is de trauma en niet zeg maar de doorwerking? Nee, de doorwerking. Okay. Dus en in de doorwerking zie je dan vaak een heftige stressrespons. Dus ik denk als ik naar mezelf kijk, dat ik heb wel de naweeën van de intergenerationele trauma, maar ik weet niet zozeer of ik last heb van een trauma. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja,